Er zijn inderdaad onbegrijpelijke gedichten en er zijn heel begrijpelijke gedichten. Zo begrijpelijk dat je er in één keer klaar mee bent. Ik zoek het graag ergens in het midden, dat je er niet, ja, dat je het nog kan lezen en nog kan lezen en dan toch weer nieuwe dingen vinden. Maar dat je er wel, dat er wel een zekere toegankelijkheid in zit. Maar dat is ook niet erg. Ik bedoel, Ozewiese, Wozewiese, Walla, Kristalla leren wij als kind. En het was onbegrijpelijk, maar wel leuk, omdat het klank was en ja, muziek. Dus het is ook niet verkeerd, onbegrijpelijke gedichten. Er is zo'n uitdrukking, uitgesteld begrip. En je kunt zeggen, kinderen hebben dat, die kunnen ergens meegaan zonder dat ze meteen snappen. Maar ik denk dat het in dichtkunst ook zo kan zijn. Dat je kan denken, dit is heel erg mooi, maar ik snap er nog even geen bal van. Dat kan, en dat is misschien ook wel prettig. Alleen, het vraagt tijd en het vraagt een soort rust om dat te lezen. En dat is niet helemaal weer van deze periode.